We staan hier bij het ijskristal van dynamische verf, Dynamic Paint. Wij willen hiermee de veiligheid van de weg verbeteren door informatie aan de weggebruiker te geven op het moment dat het wegdek kwetsbaar, gevaarlijk en glad wordt. Zodra de temperatuur onder het vriespunt zakt, worden de sneeuwvlokken op de weg vanzelf zichtbaar voor de automobilist. Deze dynamische verf is nog maar een prototype, maar dat geldt niet voor alle ideeën die getoond werden op de Dutch Design Week. Ik denk sommige ideeën hebben inderdaad nog 2-3 jaar nodig. Maar andere ideeën, zoals bijvoorbeeld de Glowing Lines, kunnen gewoon mid volgend jaar worden gerealiseerd, absoluut. Zoals de naam al doet vermoeden, geven deze speciale lijnen op de weg licht in het donker. De cellen laden zich overdag op en geven daardoor in het donker 10 uur lang licht. Zonder dat dat energie kost. Het is een veilig product, niet zoals vroeger radium gebruikt werd voor horloges. Maar dit zijn kristallen die op zich niet schadelijk zijn en verwerkt kunnen worden door ons. Over een maand worden de eerste proeven gedaan met deze lichtgevende lijnen. Den Bosch krijgt de primeur. Andere ideeën, zoals het wegdek dat automatisch elektrische auto's oplaadt, daar moeten we nog even op wachten.